maar ze is heel erg lief voor de mensen. Ja? En het gaat... Hallo! Ja, 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 ja. De hond is in feite helemaal niet opgeleid. Alleen, ik werk bij de GGD als arts. En ik kwam Marielle een keer tegen bij het uitlaten van de hond. Bij een vaccinatielocatie. En toen zei Marielle dat ze ermee bezig was om een hond in te schakelen voor mensen gerust te stellen. Toen zei ik van, nou ja, ik heb deze hond en die is een schat van een beest. Misschien is ze wel geschikt. Dus toen heb ik een sollicitatiebrief geschreven. De hond heeft een sollicitatiebrief gekregen. En nou ja, zo is het gekomen. En het is niet een opgeleide hond of wat dan ook. Maar het is gewoon een schat van een beest die een goed aardig, zachtaardig karakter heeft. En die hier geschikt wordt. En mooie ogen. Ja, ja, dat zegt iedereen. Ja, ze kijkt je als het ware met menselijke ogen aan. Alsof ze het snapt. Ja, ja, ja. Nou, het gaat hartstikke goed. We zijn net begonnen. Ze is een uurtje aan het werk. En we hebben al 3 succesvolle verhalen. Dus dat is echt heel leuk. Ja. En we hebben ook nog niet meer mensen gezien. Dus dat is fijn. Ja, nou, de hond straalt heel veel rust uit, zoals je misschien zelf gezien hebt. En je merkt gewoon dat mensen die heel angstig zijn, toch steun vinden bij een hond die gewoon heel blij naar je toe komt en lief bij je gaat zitten. We geven ook wat brokjes om te geven of een snoepje, waardoor de mensen bezig zijn. En ik vraag uiteraard toestemming om ze te mogen prikken. En ja, door het vertrouwen wat we creëren hier in deze setting, ja, tot nu toe lijkt het te lukken. En ja, onder het mom elke prik is er één, hebben we nu toch al mooi weer 3 prikken gezet. En dat zijn mensen die al eerder hier zijn geweest en toch weer onverrichte zaken naar huis. En dan lukt het nu met de hond wel, dus dat is fijn. Ik wil niet zeggen dat het altijd lukt, denk ik, maar ja, elke prik telt. En proef zegt die dame van, we hebben een hond. Ja, ja. Moet je dat dan wel afspraken? Ja, moet je zeggen. Want zij is in deze... Voor de tweede prik? Twee, moet er iets aan. Ja, zij... 20, is dat ook? Is dat zondag? Weet ik niet. Ik vraag van de PKW naar die afspraak. Hartstikke goed. Ja? Ja, hartstikke goed. Was het een goede afleiding? Ja, zeker. Heeft heel erg geholpen. Ja. Ga je nu ook voor de volgende prik? Ja, tuurlijk. Ja. En op dezelfde manier? Ja, ik hoop dat dat kan. Dat zou ik wel fijn vinden. Maar daarvoor of daarna, nou, er moet minimaal 3 weken tussen deze en de volgende. Ja, dat is fijn. Nee, 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 maar dat is... Ja, kan. We zijn hier in principe, ja. We zitten ook nog. Zeg, wat vind je op deze manier prikken? Heel goed. Ja, je had niet in de gaten dat je geprikt werd. Dankjewel. Nou, mooi. Volgende keer weer, hè? Ja, ik was er niet naar. Hier, houdt. Wat super zo.